Welkom op vraag en antwoord, volgens mij is nummer 8 nou, hè. Het eerste wat ik even wil zeggen is dat mindmaps, daar heb ik het vorige keer over gehad en waarop wat reacties op gekomen, maar dat is dus nou klaar, hè, zoals jullie weten. Heb je gezien, ik kreeg daar trouwens heel veel reactie op van mensen, ook zo om ons heen, dat ze het hartstikke mooi vonden. Echt een toevoeging voor jullie kanaal, werd er gezegd. Daar ben ik blij mee. Nou, even kijken. Die van Echten die vraagt motorkap. Als je bij het blok moet wezen, bij het motorblok, moet je dan de hele cabine voor overkampelen of zit er een motorkap op? Nee, wij moeten de hele cabine voor overkampelen. Gea vindt dat geen leuk idee. Ze denkt dat er zit maar één stang die dat zeg maar vasthoudt. Dus stel dat dat niet goed is, dan klapt in één keer de hele vooruit op de straat. Dat valt vaak wel wat mee hoor, dat is wel sterk spul. Maar goed, ik kan het dus niet laten zien, maar ze heeft liever niet dat ik dat doe. Ik heb het nog nooit voor over gehad, bij deze niet. Maar ik zal even een klein stukje laten zien, want ik heb een stukje gefilmd. Hij heeft wel een motorkapje, zoals je ziet, met een gasveer, maar dat is eigenlijk alleen om olie te peilen met deze en de vloeistoffen. Zeg maar de andere olie en koelvloeistof en dergelijke. Voor de rest zie je hier niet zo heel veel. Als je bij de motor wilt, dan moet de cabine dus gekanteld worden. De motor. Even kijken, ik heb het ook al laten zien, die zit daar onder. Daar zo. Nou, dat was duidelijk, hè. Zo gauw wij de cabine een keer voorover doen, dan ga ik het filmen en dan laat ik dat zien. Even kijken hoor, de volgende is van Bas Bruinings. En die vraagt of wij dit jaar nog wel een paar weken op vakantie gaan naar het buitenland. Nee, wij gaan eigenlijk nooit op vakantie naar het buitenland. We gaan misschien een keer een stukje Duitsland in of zo. Maar het is niet zo dat wij zo nodig 2 weken naar Frankrijk moeten, naar Spanje of weet ik wat. Dat gaan we niet doen. Dat komt eigenlijk ook nog een beetje door dat wij. Stel dat er komt een hele mooie boor- of zaagklus voor ons werk komt binnen. Dan willen we wel binnen een dag terug kunnen zijn. Ja? In de bouwvak. Vandaar. Tanken. Arvilicious die vraagt, tanken, hoeveel liter gaat erin en wat kost het nou eigenlijk? En hoeveel kilometer rij je met een volle tank? Eventueel een kort filmpje om te laten zien hoe je tankt met een vrachtauto. Kan dat bij de gewone pomp? Of, nee, kan dat bij de gewone pomp? Nou, ik laat even een klein stukje zien. Hoe wij, waar de tanks zitten, zeg maar, en hoe wij moeten tanken. Kijk maar even. Kijk, daar zit de tank op. Een beetje een apart plekje. Maar goed, kijk, en je ziet wel, het is niet zo'n hele grote tank. En waarschijnlijk is die 100 liter. Klein tankje dus. Nou, moet eens even kijken. Hoe kan ik dit beantwoorden? Je hebt gezien, hè? Het is, ja, volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij iets van 100 liter. Maar het is namelijk, wij tanken meestal, als die zo'n beetje kwart is, hè, tussen de kwart en half, als ik dan een tankstation tegenkom die wat voordelig is, dat houden we namelijk continu in de gaten. Hè. Wat is vandaag de prijs? Maar dat scheelt nogal wat. Dat nemen we die andere auto trouwens ook, dat doen we eigenlijk al jaren. Dan weet je zo'n beetje van, het is nou ongeveer 1,20 en als je daar ergens langs komt, maar dit is 1,16 of 1,17, ik noem maar, dan gaan we tanken. Maar dat doe ik niet een heel klein beetje. Ja, als hij 3/4 is, doen we dat natuurlijk niet. Maar als hij tussen de kwart en half is. Dus, en wat het kost, dat is natuurlijk verschillend. Hè? Dat ligt aan de prijs van die dag. Maar we zijn, als we dan tanken, zijn meestal zo ja, 80 euro. We staan meestal op die bonnetjes, hè? Rond de 80 euro. Of een beetje 85, zoiets. En hoeveel rijden we ermee? Nou, de auto rijdt in op 1 op 7. Ja, 1 op 7. En meestal iets erboven, hè? Dus 1 op 7,1 of 1 op 7,2.
En als het echt hartje zomer is en we hebben geen tegenwind gehad of dat soort gekke, dan gaat hij mooi richting de 1 of 8. Maar dat halen we niet zo heel vaak. Nou, even kijken. Oh ja, boondocking in Nederland. Mark van der Hagen. En het is mooi, als je dan kijkt, dan kun je alle reacties aanklikken. Hè? Alle reacties bekijken kun je dan zien. Dan zie je dus, heb ik iets verkeerd gedaan. Als je dat dan aanklikt, dan zie je dus dat er behoorlijk op heen en weer op geantwoord is door jager JF01 en mijzelf natuurlijk. Eddie van Echten die zegt nog, ik kijk mee, maar hij had ook een vraag erover. Hoe zit het met de plekjes, hè, de boondocken, hè, zoals in Amerika noemt. Mag je overal staan in Nederland? Nou, dat is een heel mooie video, die zal ik hieronder zetten. Dat is een video van Guus Hofstede van kippenvideo.nl. Heet het dat geloof ik, hè? Kippenvideo. En die heeft daar eventjes opgezond hoe dat allemaal precies werkt. Hè? Want er was volgens mij iets van 2008 of zo dat het dus vrij was. Het is eigenlijk vrij om te staan waar jij wilt met jouw camper. Alleen overnachten is in sommige gemeentes niet toegestaan. Maar meestal heb je dan in dat soort gemeentes wel een alternatief, hè? Dat je gratis plekjes hebt. Hè? Zoals Jager ook zei, dat in Leeuwarden mocht dat niet. Maar in Leeuwarden heb je een aantal gratis plekjes, sowieso 1. Nou, het is maar 1, hè? Zeg maar 1, ja. Maar goed. Als jij een auto gewoon neerzet, hè. Je zet hem gewoon ergens neer op een parkeerplaats. Je doet dat bijvoorbeeld om 7 uur 's avonds of zo. Of om 8 uur 's avonds op mijn pad. En je zet hem daar neer, je gaat slapen. Voor mij is er dan niks aan de hand. Alleen je moet niet stoeltjes buiten gaan zetten. En zo. Ja, een parasolletje erbij. En noem maar op. Radio gaat aan, dat soort dingen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar wat? Wat mag, ja, eigenlijk mag het op de meeste plaatsen wel. Maar kijk maar even naar die video van Guus. Even kijken, oh ja. En die van Echten die vraagt nog weer. Over water. Hè? Bij Musselkanaal waren ze laatst. En daar kon je, het water kon je daar niet drinken, zeg je. Dat is mij toen niet opgevallen trouwens. Dat is op heel veel plaatsen omdat het water gewoon niet lekker is. Dat niet lekker is, ja. Nee, maar Eddie zegt, in Musselkanaal, het water kon je daar niet drinken. En hoe doen jullie dat? Kopen jullie dat eerst of kopen jullie water uit de supermarkt? Nou, de meeste plekjes, hè, zoals waar we hier nou ook staan, dat is water hartstikke lekker. Hè? Als je dan zo even een paar slokjes neemt, zo uit de kraan, dan proef je dat wel. En dan vullen wij gewoon onze blauwe pakken, die vullen wij dan met het water van hier uit de kraan. Stel dat het vies water is, dan doen we dat niet. En dan hebben we altijd nog wel een paar flessen voorraad. Hè? Dus dat kopen wij inderdaad bij de supermarkt, maar meestal niet. En dan heeft Eddie nog eentje, en dat is dan ook de laatste voor het wezen. Waar ik me altijd aan erger zou zien, dat is... mensen met een camper en fietsen die dan, als de campers dan achter elkaar staan, dan zie je in Duitsland nog eens, dan halen ze de fiets eraf en dan staan de campers zeg maar zo achter elkaar, in het verlengde zeg maar van elkaar, en dan zetten de mensen de fietsen ertussen in. En dan zo dicht op jouw camper, dat als die fietsen omvallen, dan vallen ze zeg maar tegen de camper aan. En dat was volgens mij ook al een keer gebeurd. Bij Eddie of zijn man. Hij heeft al 2 keer meegemaakt dat het net goed ging. Dus hij heeft niet op de motorkap gegaan. Maar ja, ik vind dat ook asociaal. Echt, als je dan de fiets zo dicht bij een ander mans auto doet, dat doe je niet. Vooral als je in het gras staat of zo. Ja, dan kan zo'n standaard kan natuurlijk zo de grond in zakken en valt de fiets op. Maar dit soort plekjes, dat is dan vaak ook, dat is dan ook toegestaan om zo dicht op elkaar te staan. Ik vind dat je minstens 3 meter ruimte moet houden tussen de campers. En dan kun je de fietsen eigenlijk gewoon in de lengte, hè, ook in het verlengde neerzetten. Maar ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want je kunt hem gewoon op je eigen plekje zetten, naast je eigen camper. En niet ertussenin.
Ik vind wel dat je daar een punt hebt in. En dan zeg je dat je, dan vind je jezelf misschien een beetje een zeur. Nou, ik vind dat niet zo, want ik bedoel, je bent zuinig op je camper. En dan mag je daar gerust wat van zeggen. Ik zou gewoon naar de mensen heen gaan. Kun je die fiets daar even weghalen? Of zet hem even iets anders neer? Want ik heb er altijd meegemaakt dat de fietsen omvielen. Nou, en als deze nou omvalt, valt hij tegen mij ook wel. Als je dat gewoon zo zegt, op een normale manier, dan denk ik dat ze de fiets wel even weghalen. Nou, dit was weer een vraag en antwoord. En je ziet wel, we doen ze niet elke week. Maar dit waren wel leuke vragen weer van ik. Heb je nog weer vragen? Die dingetjes die onduidelijk zijn of zo, of dat je denkt van, goh, hoe doen zij dat nou, of wat? Stel ze hieronder, en dan maken wij nog weer een vraag en antwoord over 2 weken of zo. Nou, ik ga mijn smoothie opdrinken. Ik heb bosbergs met banaan, echt lekker. En dan zien we elkaar op de volgende video. Bedankt voor het kijken. Hè.